Demi Books, we zijn hier in Genk. Jullie hebben met de tweede ploeg, Genk B, de enige wedstrijd dit weekend gespeeld tegen Cibre. Hoe is het gelopen? Ik denk dat wij zeker niet hebben moeten onderdoen. Dat we tamelijk goed begonnen zijn en dan een ongelukkige goal tegenkrijgen. Wat gebeurde er juist? De bal komt tegen een speelster van ons en de keeper verwachtte het niet echt aan de zon, die ook niet echt mee zat. En dan is het snel gebeurd. Ja. Maar tweede helft, jullie komen goed terug, hè? Ja, inderdaad. Mooi passenspel en dan komen we al snel terug 1-1. En dan zelfs op voorsprong? Ja, we hebben op voorsprong gestaan en dan een afgeweken bal en iemand van een corner en dat is wel jammer. Hè? Ja. Dit seizoen, jullie hebben 0 op 6 gehaald denk ik, dan 6 op 6, dan weer 0 op 6, dan weer 6 op 6 en nu vandaag een gelijkspel. Hoe is dat? Welk gevoel heeft dat? Ja, het gaat een beetje op en neer. We doen altijd ons best. De ene keer draait dat beter uit dan de andere keer. Het is ook altijd een beetje zoeken met de ploeg. Het wisselt ook een beetje. Maar ik denk dat we zeker nu terug goed bezig zijn. Ja. Jij hebt een vaste plaats op de rechtsachter? Ja, dat wisselt soms linksachter, soms rechtsachter. Mm-hmm. Varieert. Ja. En wat is de doelstelling? We willen natuurlijk zoveel mogelijk punten proberen te halen. We denken dat dat echt wel mogelijk is met de ploeg die we nu hebben. We zijn zeker niet slecht bezig en we hebben het vermogen in de ploeg, dus dat moet normaal wel lukken. En voor jezelf, wat is de doelstelling? Want jij bent een van de jeugdige speelsters. In de tweede ploeg, in de basis, ja, toch zeker. En dan misschien soms eens een kans meepakken bovenaan, maar dat zien we dan nog wel. Ja. Oké, dankjewel. Veel succes ook. Dankjewel. Dank je.